Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Via de Noordzee trekken er wolkenvelden van noord naar zuid over het land, daaruit valt een enkele keer een buitje, soms licht winters. Op de meeste plaatsen overheerst het droge weer en van tijd tot tijd schijnt ook de zon. De temperaturen liggen vanochtend nog tussen 0 en 3 graden, lopen vanmiddag op tot ruim boven het vriespunt aan zee, 4, misschien zelfs 5 graden. In het binnenland blijft de temperatuur dicht bij het vriespunt naast 2 of 3 graden. Enkel buitje kan er nog vallen, maar het droge weer overheerst. Vanavond zijn er meer opklaringen en dan gaat het opnieuw vriezen. Temperaturen dalen in het binnenland tot onder nul. Natte wegen kunnen weer glad worden. Later in de nacht loopt de temperatuur op. Morgenochtend is daardoor de kans op gladheid kleiner. Verder morgen overdag een zonnige periode, ook wolkenvelden. En pas in de avonduren valt er in het noordoosten en oosten misschien wat lichte sneeuw. Temperaturen morgen 3 tot 5 graden. En ook woensdag verwachten we die waarde. Donderdag? De eerste dag van het nieuwe jaar is het weer wat koeler. Tijdens de jaarwisseling is het droog en valt het met de wind allemaal reuze mee. Temperaturen rond middernacht om het vriespunt. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl